Fabrizio Tsinaridis van Temptation Island staat tegenwoordig af en toe als gastspreker voor de klas. En een man met zoveel levenservaring laat op zo'n klas vol pubers natuurlijk een diepe indruk na. Vandaag krijgen we les van meester Fabrizio. Ik hou aan Scalero om tattoos te zetten en spieren te kweken. Of met mijn vrouw mijn grote titten te zoenen. Ik heb zo speciaal gel in mijn haar gedaan. Vandaag worden wij mannen. Jij zit economie? Nee, sportwetenschappen. Sportwetenschappen, oké. Okay. Dus personal trainer of iets spreekt u niet aan? In het begin heeft hij vragen aan ons gesteld over wat wil worden, wat vinden we leuk. Dan is hij over zichzelf binnen te babbelen. Ja. En daarna is hij nooit meer gestopt. Ik was zelf ook geen fan van school vroeger. Ik had ook het gevoel dat ik mijn tijd aan het verdoen was. Ik heb mijn vijfde twee keer gedaan. Ik heb mijn zesde twee keer gedaan. Daarna heeft hij blijkbaar rekken gevuld en in een kaasfabriek gewerkt. Ik had gehoopt dat door grote borsten ging gaan. Het ging over kaas. Ik had heel veel multiculturele vrienden. Ik wou ook makkelijk geld. Ik snap niet zo goed waarom dat multiculturele belangrijk was. Gewoon slechte vrienden is duidelijk genoeg, hoor. Gelukkig begon het dan over iets anders. Makkelijk geld verdienen. Er zijn nog opties om makkelijk geld te verdienen. Die ga ik zeker niet promoten vandaag, absoluut niet. Niks over grote borsten en ook al niks over geld. Een dikke rip-off. Ik hoop dat jullie geen idee hebben hoe het is om met uw voet op het rempedaal aan de rode licht te staan. Goed weten dat je iets gedaan hebt wat je beter niet zou moeten doen. Dingen in de auto hebt liggen die je niet in de auto zou moeten hebben. Nee, Fabrizio. Wij weten niet hoe het is om die dingen te doen. Omdat jij er ons niks wilde over vertellen. Dat je blauwe licht in de achteruitkijkspiegel ziet. Terwijl je een goede opvoeding hebt gehad, lieve ouders hebt thuis, die heel trots zijn op u, wilt je niet meemaken. Toen heeft Fabrizio al huilend zijn mama gebeld omdat hij vond dat hij zijn eigen niet genoeg heeft geëxcuseerd. Maar ja, die verstonden hem niet goed omdat hij de hele tijd aan het snikken en stotteren was. Ja, en nu gaan we samenleggen van Playboy om eigenlijk eens wat titten te zien. Want Jesus man, wat een dag.